Ik ben Martijn Otte, duo-raadslid van de Partij van de Arbeid hier in Leiden. En dit is de sportcolumn linksbuiten van Sleutelstad. Ik sta hier op het hoofdveld van Rodenburg, maar waar normaal gesproken gevoetbald wordt, zijn de kinderen hier achter mij aan het American voetballen. Waarom? Omdat kinderen in deze hele buurt, in de Merenwijk, in Noord, die leren allemaal allerlei verschillende sporten te spelen. Dat doen de combinatiefunctionarissen. Dat is een regeling die we vanuit de gemeente hebben vastgesteld. En vooral hoe Libertas en Pro dat doen, vind ik heel erg mooi. Wat ze namelijk doen, is ze zorgen ervoor dat kinderen gedurende een hele basisschoolperiode met allerlei verschillende sporten in aanraking komen. Want normaal gesproken gaan heel veel jongens gaan allemaal voetballen, heel veel meisjes gaan allemaal hockeyen. En dan blijf je daar aan vast, terwijl er zoveel andere leuke sporten ook nog te doen zijn. Dus wat zij doen is ze zorgen ervoor dat kinderen in allerlei verschillende leeftijden met sport in aanraking komen. Deze kinderen leren nu voor het eerst merkend voetballen. Misschien zijn er wel een paar die straks denken, ik wil nog een paar extra trainingen gaan volgen. Ik wil dit nog vaker doen. Ik wil misschien wel lid worden bij de merkend voetbalvereniging in Leiden. En zo zorg je dus voor dat kinderen al van jongs af aan leren dat sport leuk is. Dat er heel verschillende sporten zijn. En dat ze zelf leren kiezen wat de leukste sport is die zij willen gaan spelen. En zo zorg je er ook voor dat mensen ook later langer blijven sporten. Dus dat is iets dat we als gemeente stimuleren, daar geven we subsidie aan, om te zorgen dat die connectie met onderwijs, sport en wijk versterkt wordt. En dat vind ik een heel erg mooi initiatief, waarvan ik het ook goed vind dat we daar als gemeente extra geld aan uitgeven. En daarom wil ik je ook graag voorstellen aan de heren van Libertas die dat hier in de Merenwijk en in Noord doen. En ik ga ze graag even erbij halen. Wij zijn Matthijs Veenstra en Arjen van Duin. En wij werken als combinatiefunctionaris bij Libertas Leiden. Wij werken voor Leiden Noord en de Merenwijk. Officieel ben ik voor Noord en Arjen voor de Merenwijk. Maar om door onze krachten te bundelen kunnen we eigenlijk veel meer betekenen en kunnen we het veel makkelijker inzetten. Ons doel is vooral om kinderen te leiden structureel bewegen, dus echt bij de vereniging te laten aankloppen. En dat doen we door ze te laten kennismaken met de vereniging en met een bepaalde sport in de wijk. Ja. Onze werkwijze zit vooral in het opdelen in leeftijden. Dus de jonge doelgroep die maakt kennis met sportverenigingen die ook voor die doelgroep bedoeld zijn. En naarmate ze vorderen in de basisschoolleeftijd krijgen ze steeds meer met andere sporten te maken. Dus dat betekent dat als je heel je basisschoolperiode de opleiding volgt, dat je met verschillende sporten in aanraking komt. En zo wordt het ook per leeftijd veranderd. Dan krijg je andere sporten. Ook al vind je de sport niet altijd even leuk, je hebt het toch een keer geprobeerd. Je hebt toch kennis gemaakt met die sport. En ja, wat inderdaad Martijn net al terecht opmerkte, als je een sport wel leuk vindt, dan heb je in ieder geval een keer kennis gemaakt met de vereniging en de sport. En kun je via ons dan nog een aantal keer bij de sportvereniging komen proberen. In de hoop dat je uiteindelijk ook het zo leuk gaat vinden dat je lid wordt van die vereniging. Daarnaast zijn we ook nog intermediair van het Jeugdsportfonds. Dus mocht het zo zijn dat ouders het niet kunnen betalen, dan kunnen ze bij ons aankloppen. En dan kunnen wij de aanvraag doen voor de contributie en eventueel nog wat sportmaterialen die nodig zijn om te bewegen. Dus iedereen in Noord en in de Merenwijk kan deelnemen aan de sport bij de vereniging. Dat mag niet! Naast ons hoofddoel om kinderen te leiden naar structureel bewegen, geven we ook advies op schoolpleinen. Werken we samen met verschillende scholen in de wijk. En proberen we zelf samen te werken met de verschillende speelpleintjes en speelinitiatieven in de wijk. We doen ook Leiden breed nog activiteiten, vaak samen met de combinatiefunctionaris van Pro Leiden. Daarbij doen we een turndag waarbij heel Leiden in één week wordt geturnd. Atletiek is ook eenzelfde voorbeeld daarvan. En we zijn betrokken al 4 jaar lang bij de Koningsspelen Leiden, waarbij dit jaar 31 basisscholen meedoen. Dat is ruim 8500 kinderen die op die ochtend een sportdag van ons aangeboden krijgen. Dit was alweer de videocolumn van Sleutelstad. Zoals jullie zien, Matthijs en Arjen doen heel erg veel in de wijk en in de hele stad. Ken jij nou ook iemand die heel veel doet voor de Leidse sport? Of misschien bij jouw sportvereniging heel veel helpt? Stuur ons een mailtje naar sport071@sleutelstad.nl. Dan komen wij graag een keer langs.